afgelopen half jaar is er keihard gewerkt aan het buitenterrein bij Piers 10. Maar nu ligt er dan ook een prachtig nieuw speelveld, toegankelijk voor iedereen in het dorp. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Piet, kan jij vertellen wat er nou allemaal gebeurd is? Nou, er is heel veel gebeurd. We zijn begonnen bij de sporthal. Achter me frezen en alles, achter de sporthal. En daar hebben ze opgehoogd met zand. Dat we hier achter op dat terrein weer vandaan gehaald hebben. En dat is allemaal mooi aangeleid met de nieuwe verharding rondom. Aan de voorkant van de sporthal hebben we ook een deel afgegraven. Dat hebben we ook opnieuw helemaal in het hart geleid. En zo zijn we zoetje naar achteren gegaan, naar het handbalveld. En toen hebben we de achtertrein gehad. En daar hebben we ook weer helemaal opnieuw in gezaaid en gedaan. En dat wordt een nieuwe evenemententrein voor de Piers 10. Margaret, jij bent de beheerder bij Piers 10. We staan hier op het nieuwe veld. Kan jij mij vertellen waar het voor dient, voor welke sporten en hoe je er gebruik van mag maken? Er kan op gehandbald worden, maar er kan ook op gevoetbald worden. De witte beleiding is de officiële beleiding voor een handbalwedstrijd. De rode beleiding die erop staat en de baskets die erop staan, is de beleiding van 3-3 basketbal. Hier is voor gekozen omdat we geen palen baskets midden op het veld konden plaatsen. En zo kan het toch multifunctioneel gebruikt worden. Er is ondertussen ook een prachtige nieuwe stookplek aangelegd. We lopen heel voorzichtig over het nieuwe gras naar de nieuwe stookplek. Het is nog niet helemaal klaar, maar Nico vertelt ons wat er nog gaat gebeuren. Het enige wat we moeten doen is de korf die straks die staat aan die kant tegen de hekwerk aan. Die moeten straks opgeplaatst worden, maar ze konden met de machines er niet overrijden. Want het is toch een bak van 2 meter doorsnee. Dus er kan een behoorlijk leuk kampvuurtje gestookt worden. En dat is eigenlijk voor de kinderen heel leuk. En zeker als je hier straks tentenkampje rond hebt staan. Rond dit gedeelte in het bosgebied. En dan hier een kampvuurtje. Dan heb je hier de avonden, prachtige avonden. Het is uiteindelijk dadelijk ook weer vrij toegankelijk voor de Liemse jeugd. Het kan ook officieel gehuurd worden. Als je officieel huurt, dan heb je voorrang op het vrije gebruik. Dat kun je regelen via de beheerders van Piers 10. Hier is de afwateringsschoot en het hekwerk. De vermoeden is dat hij aan deze kant komt. Dat de mensen, ja, trouwens in het water staan is niet makkelijk. Dus de keuze moet nog gemaakt worden door de aannemer. Dat hij het aan deze kant plaatst of aan die kant. En wat komt er dan? Dat is een leunhekwerk. Er zijn 4 delen die met een kleine opening ertussen. Waar de mensen echt op kunnen hangen. Dat als ze hier staan en de wedstrijden zijn. Dat ze dus makkelijk kunnen, eigenlijk relaxed kunnen gaan hangen. Jij noemde net ook nog skileren. Mag dat ook hier op dit mooie nieuwe veld? Skileren mag ook. Rijden met radiografisch bestuurbare autootjes, steppen. Alle buitenspeeldingen van kinderen in principe. Kinderen, maar volwassenen kunnen hier gewoon een terreintje huren en zeggen we gaan met de familie een wedstrijdje spelen. Kan dat? Dat kan. Als er dan een theaterstuk of bij DVG behoorlijk druk is, dan kunnen ze de auto's niet kwijt. En dan hebben ze een sleutel van die poort en dan kunnen ze hier parkeren. Eerst was het op deze beide terreinen. Nu wordt daar een hekwerk geplaatst dat we hier dus alleen aan deze kant parkeren. En de zandwal die hier achter lag, die hebben we verhuisd naar de voorzijde. En die, daar is straks ook nog eventueel parkeergelegenheid. En dit is het deel wat gebruikt gaat worden straks voor de jeugdvakantieweek? De jeugdvakantieweek. Die mag hier als bouwterrein gebruikt worden. Maar dat is net na de vakantie, of net voor het einde van de vakantie. Dan staat hier de jeugdvakantieweek weer actief. Ja. En die hebben hoogstwaarschijnlijk ook dat terrein aan die kant, waar de vuurkorf is. Daar kunnen ze dan elke avond gezellig met z'n allen rond de tafel nog een limonadetje pakken en bij om het kampvuurtje zitten. Ja. Kunnen ze bij jou bellen? Gewoon via het nummer van Piers 10, 0411 63 13 22.